Hallo geocachers, Rogier hier. Vandaag zijn we ergens in Zeeland op zoek naar een superleuke gadget cache. En wat is eigenlijk een gadget cache? Een gadget cache is een cache die over het algemeen makkelijk te vinden is, maar waar je vervolgens een puzzel moet oplossen of een bepaalde handelingen moet verrichten om te zorgen dat die cache open gaat. En hier, ergens in Zeeland, heb ik een superleuke gevonden. Ja, en ik zie een soort vogelhuisje. Ik kan alleen niks in, want hij is natuurlijk afgesloten. Ik zie hiervoor iets wat ik kan draaien. Als ik hieronder kijk, dan zie ik ook wat dingetjes die ik kan draaien. En we gaan eens even uitzoeken hoe we nou in deze cache moeten komen en hoe we bij de logrol kunnen komen. Oké, dat is één. Even eronder kijken. Deze kunnen we nog losdraaien. En dan zie je dat hij een beetje los gaat zitten. Dat is een goed teken. Kijk, daar hebben we de cache. Hey, wat is dat? Uh-oh. Goed gedaan zover. Op naar de volgende stap. Zoek de logrol met de juiste tools zonder geweld te gebruiken. We zijn er dus nog niet. Nou zat deze erin, dus dat zal ongetwijfeld de tool zijn die we nodig hebben. Maar ja, dan is natuurlijk even kijken wat we met die tool precies moeten. Aha, ik denk dat ik weet wat er moet gaan gebeuren. Hieronder zit een gat en ik vermoed dat daar deze in moet. Dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt als we dat doen. Super leuk gedaan natuurlijk, die krijgt van mij een favorietje mee. En ik kom jullie achterna zwemmen. Hier moet het ergens zijn, vriend. Denk bij. Oh, daar ligt stront op de grond. Niet. Je wil kijken, daar ligt poep. Even kijken, hier moet hij liggen. Yes, daar ligt hij. Afgesloten stukken water in de biesbos. Waar al het water naartoe kan gaan, waarin het vuil afzinkt naar de bodem. En het water in dat spaarbekken wordt dan vervolgens gebruikt om naar de waterzuiveringsinstallatie te brengen. Heb je de boei? Heb je de boei? Oké, laat zien. Heb je hem? Ja! Zo, dit is een mooi paadje, Bas. Mooi paadje op een eiland in de biesbos. Met de boot door de biesbos, want dit is echt... Super leuk!